Bij. Ja, opgave 49. We hebben de wiskunde logaritmisch papier. Dat is zo'n soort zelfde schaafdeling als die je net bij opgave 47 hebt gezien. Alleen hebben we er een assenstelsel bij gemaakt. Onderop staan gewoon de getallen 1, 2, 3, 4, 5 enzovoort. Ja? Hier zijn 10 tot de macht getallen. De eerste hier is 10 tot de macht 0, die staat er niet, maar dat is 1. Ja? 10 tot de macht 1 die staat hier, dat is dus 10. 10 tot de macht 2 staat hier, dat is 100 en zo verder. Ja, hij is natuurlijk groter, maar ik kan niet alles op mijn beeldscherm krijgen. Als dit nou 1 is en dit is 10, wat zijn dit dan voor getallen? Eenheden. Dit is 10 tot de macht 1, dit is 10 tot de macht 2 of zo 100. Wat voor getallen zitten hier? Tientallen. Wat voor getallen zitten hier? Honderdtallen. Ja? Ze vragen bij opgave 49 hoe groot bepaalde getallen zijn. Als ik je bij A kijk, A zit helemaal hier. Jullie hadden gezegd, hier zitten de eenheden. Dus dit is 1, dit is 2, dit is 3. Hoe groot is dan 1 of A? Kijk hierboven als het te ver is. 1,3 of 1,4? Dat is. 1,3. 1,3. Zijn we het daarmee eens? Ja. Dit is 1,0, 1,2. Ik doe het niet goed. Dit is 1. 1,1, 1,2, 1,3. Mee eens? Ja. Oké, okay. Het getalletje bij B. Lees dan. Ja, er zit hier maar één streepje tussen, hè? Dus dat zitten we gelijk op de half. 7,5 hoor ik jullie al zeggen. Hartstikke goed. Hoe groot is het bij C? 23. Dat moet ik vertellen. 2,3. 2,3? Oh, nee, ja, voor de dame 23. Dat is 2,19. Ja, dus? 23. 23. Ja? De laatste, hoor. Doe we 1, want de D die geloof ik wel. Doe we 1. Hey, ja. 150. Iedereen het daarmee eens? Dus je hebt een kwestie van streepjes stellen, hè? Hoeveel er tussen zit. Oké. Laat ik dit verder voor wat het is. Jullie snappen dit papier, wat de bedoeling is? Ja. Ja? Gaan we naar opdracht 50 gelijk. Kan ik hem hier doorschuiven? Oeh, ik zit gelijk bij 72. Ga niet helemaal goed. Doe het wel met mijn huis. Dat is makkelijker. Oh, translatie. Ja, die komen ook weer hoor. Oh, hier komt die. Komt die. Opgave 50, dames en heren. Ik ga wel gewoon naar mijn rekenscherm. Dat is makkelijker. En naar mijn boek. Ik wil gewoon deze. Nou, daar komt die. Opgave 50. Ik wil dat je meeschrijft. Opgave 50. Wat is er bij opgave 50? Daar heb je een tabel. En die neem je over. X en Y is 3 tot de macht X. 0, 2, 4, 6 en 8. Drie tot de macht 0 is? 1. 3 tot de macht 2 is? 9. 3 tot de macht 4? 81. 81. Hoe groot moet je dit steeds nemen, keer? 3. Oh, keer 9, hè? Want hij kan met 2 stappen tegelijk. Keer 9. Hebben we hem? Ja. 3 tot de macht 6. 729. Oh, zit scheef te kijken. Denk, onze stappen hebben nou helemaal niet. 729, dat klopt. En de laatste? 6561. 500 hoeveel? 161. Kan je dit nu makkelijk op logaritmisch papier tekenen? Heb ik net uitgedeeld voor jullie. Opgave 50 op
de ene kant, opgave 52 op de andere kant. Die heb u straks thuis nodig. Teken deze heel eventjes op dat logisch papier. En dan ben ik benieuwd of er wat opvalt. Dus aan de onderkant, ik denk dat er niks staat op de op de horizontale as. Hè? Dus dan moet je even 0 tot en met 8. Of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mag natuurlijk ook. En het is handig als je je geodriehoek gebruikt om het streepje te volgen. Want als je op een gegeven moment al lang kijkt, word je de kippen gaan. Tenminste, heb ik. Heb ik een puntstrijpje? Ja, heb ik. Die ziet er al iets bijzonders. Het is een rechte lijn. Emma, die moet nog beginnen, die is een punt blijven. Emma, dan weet je het alvast. Ja. En worden jullie er ook kippig van? Ja. Ja, hè? En dan kan ik jullie ook vertellen dat er ook dubbel logaritmisch papier bestaan. Dat ook de horizontale as zo is ingedeeld. Dan moet je niet zo blad op de toetsen, als voor precies. Nou, kan gelijk kijken wie er naar de brillen meneer mag. Of niet? Nee hoor, krijg je niet op de toets. Kan ik nu wel zeggen. Maar je moet wel weten wat het betekent. Ja? Ja, dat is wat, hè? Het is bijna een rechte lijn. Net niet helemaal, dat klopt. Hoezo net niet helemaal? Omdat het wel eens een beetje ernaast mag vallen. Als je bijvoorbeeld een onderzoek hebt gedaan, het tellen van bacteriën, word je ook kippig van, dan kan er wel eens na een uur wat anders uitkomen dan wat je verwacht. Maar wel ongeveer. Ja? Dames en heren, kijk mee naar dit bord. Ik geloof jullie allemaal op je woord dat jullie dit al bijna af hebben met tekenen. Dit, als het goed is, is deze lijn, heb je eruit gekregen. Als je de punten verbindt, komt er ongeveer een rechte lijn uit. En dan zeg ik het niet goed, want je mag de punten niet gaan verbinden van punt naar punt. Dus niet hier een lijntje tussen tekenen en dan daar een lijntje. Want dan heb ik een lijn stukjes. Ja, het is ongeveer een rechte lijn er doorheen tekenen. De volgende zin die ga je opschrijven. Ja? En dat is... Schrijf mee een rechte lijn. Een rechte lijn. Een rechte lijn. Op een logaritmisch papier hoort bij een exponentieel verband. Dat doe ik helemaal niet letterlijk overschrijven, dus waarom staat het nog? Hoort bij een exponentieel verband. Met andere woorden, de formule m is b maal g tot de macht t. Dus als je in het vervolg een grafiek krijgt, of een rechte lijn hebt op logaritmisch papier, dan kan je daar zelf de formule bij maken. Als die lijn recht is, kan je daar zelf een formule bij maken.
door deze formule te gebruiken. Ja? Dan kom ik gelijk bij het voorbeeld op bladzijde 34. Want wat zie je daar? Het voorbeeld op bladzijde 34. Daar heb je logaritmisch papier en daarop staat een rechte lijn. En de vraag is, stel de formule op van n als functie van t. Oh. Weet iedereen wat hij nu moet doen? Je gaat kijken door welke punten die lijn heen gaat. Hoeveel heb je er nodig van die punten? Twee. Dus je zoekt twee mooie punten op in de grafiek. Nou, laat maar horen. De eerste. X is 2. En dat hoort daarbij? 2, 400. Nog een mooi punt. 6. Hoeveel hoort bij 6? 20? Ja. Oké. Okay. Dames en heren, hartstikke fijn dat jullie twee punten hebben gevonden. Maar zo'n opgave begin je altijd met een conclusie. Oeh, dat is heel raar, hè? Voordat je dit mag gaan doen, ga je eerst zeggen. Het is een rechte lijn. Op logaritmisch papier. Dus n is b maal g tot de macht t. Deze zin hoort erbij. Anders kan je niet zomaar beginnen. Dan ga ik twee punten opzoeken. Nou, die hebben we gevonden. Kan ik de groeifactor uitrekenen? Wat is er nieuws? Je weet of het de rechte lijn is. Nou, ik zie dat toch? Hier. Dus gegeven in het boek, hè? Aha, je moest nog een bladzijde doorgaan. Ja? Oké. Okay. Hoe kan ik het groeifactor uitrekenen? Is het nou 400 gedeeld door 20 of 20 gedeeld door 400? Ben je het ermee eens? Oh ja, dat hij af. Ja, hij neemt af, hè? Oftewel 2 gedeeld door 40. 1 gedeeld door 20, ook oh, goed. Sorry? Dat is per 4 dagen. Per 4 dagen? Ik wil het niet weten. Voor 4 dagen maar voor. 1 dag. 1 dag. Dus tot de macht 1/4. Tot de macht 1/4. Dat komt vast een heel mooi getal uit. 0,472. Dat is vast een zeker afgerond. Dus ik weet n is b maal 0,472. Enzovoort tot de macht t. En toen? Punt invullen. Wat was het? 2,400? Ja. Dus 400 is b maal 0,472 enzovoort. Hoe kan ik b uitrekenen? 400 gedeeld door 0,472. Niet afronden tussendoor, hij staat gewoon nog in je rekenmachine. Daar komt een getal uit. 1789, maar was niet precies. Nee, ongeveer. Ook ongeveer. Dus met andere woorden, je formule is, n is 1789. Oh, dat moet een maal zijn. Maal 0,472, die mocht vast en zeker afronden op 3 decimalen. 4,3, of 2 moet een 3 zijn. Dit moet een 3 zijn, hoor ik. Hebben we hem door? Ja. Heb ik nog één dingetje. Eén dingetje. En dan moeten we terug naar opgave 50. Je moet die zo meteen zelf nog even afmaken. En dan wil ik gaan naar opgave D van 50. Opgave 50D. Daar staat... I is 4 maal 3 tot de macht x. We hadden getekend 3 tot de macht x. I is 3 tot de macht x, hè, net.
Als ik deze zou tekenen, wat zou er dan gebeuren met die lijn op de logaritmisch papier? Ja, die wordt steiler. Is ook een rechte lijn. Maar? Die wordt steiler. Wordt die steiler? Nee, is de groeifactor net zo groot? Ja. Wat gebeurt er met een lijn op normaal papier, waarvan de richtingscoëfficiënt even groot is? Dan is die? Evenwijdig. Deze groeifactor is even groot als die groeifactor waar we mee begonnen zijn. Dus wat is er met die lijn aan de hand op logaritmisch papier? Hij is evenwijdig, maar hij zit op een ander plekje. Hij is 4 keer zo hoog geworden, dus hij zal omhoog geschoven zijn. Ja? Dus deze loopt net zo stijl, evenwijdig dus, als i is 3 tot de macht x. Dan hebben ze bij opgave D nog meer staan. Uit i is 4 maal 3 tot de macht x volgt log i is log 3 plus log 4. Dames en heren, hoe komen ze hier aan? Is dat nog een keer x? Log keer x. Hoe komen ze hier aan? Oh. Je kan die log 3 keer x, kan je vereenvoudigen naar log 3 tot de macht x. Omdat het log plus log is, gaat wat binnen naar x. Oké, ik ga even terug naar het begin. Omdat ik hem op logaritmisch papier wil zetten, dus overal een log van neem, krijg ik dit. Log i, zowel links als rechts. Mevrouw, zou het dan niet 10 tot de macht i zijn? Omdat je macht altijd een antwoord is. Ja, maar ik neem je alleen maar van allebei de kanten de logaritme, meer niet. Oh, okay. Ja? Die staat al goed. Precies? Ja. Deze nog niet. Nou, een keerteken, wat wil dat zeggen? Plus. Plus. Log 4 plus log 3 tot de macht x. Dus dan is het keer zo makkelijk. Log 4 plus x maal log 3. Staat hier nu hetzelfde als die? Ja. Let op. Dit is een rechte lijn met het snijpen met de i-as. De richtingscoëfficiënt. Oh. Hebben we die? Ja, het is de rechte lijn, snijpen met de i-as. Richtingscoëfficiënt. Nou, heb ik het gered. Het huiswerk is als volgt. Opgave 50 afmaken. Dat is nog een grafiek tekenen op logaritmisch papier. 51 is het voorbeeld nadoen, zeg maar. Dus een lijn of een formule verzinnen. En 52. 52 staat op de achterkant van opgave 50. Ja, dat heb ik zo voor jullie gekopieerd, dat allebei de kant is. Okay.